Maar de vraag is, kan hem die vorm overzetten door zijn volgende belangrijke wedstrijd tegen Standaard? Het is nu de moment om te tonen dat hij de beste keuze is voor het middenveld. En dan begon Sterk met een voorzet naar Frey, met een vrije kopkans, maar hij weet niet voorbij de keeper te geraken. Dat had de perfecte start geweest. Dus dan doet hem het maar zelf en de voorzet van Fischer kwam op het kopje terecht van onze Vinny. En die pakt zijn kans wel en kopt hij 1-0 binnen. Dat is zijn tweede doelpunt in de competitie. En zeker niet zijn liste, want in de aanval botste met wat geluk de bal terug naar een Antwerpspeler. En Vincent pegelt deze opnieuw voorbij de keeper. 2-0. De Gierkens probeert ook nog eens uit te blinken met een afstandsschot. Raakt de paal en Vincent mist hier misschien wel zijn kans voor zijn eerste hattrick. Jammer. Antwerp wint op het veld van Standaard. Of beter gezegd, Vincent Twitcher wint de wedstrijd met 2 goals en zijn hoogste matchrating tot nu toe. 8,9. Hij staat nu klaar voor zijn interview, want hij is een sterke kandidaat geworden voor speler van de maand september te zijn. Let's go, Vinny!